Hallo allemaal, goedemorgen. Ik kom net onder de douche vandaan. Super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekendvlog in plaats van een weekvlog. Ik dacht van, hé, ik ga weer een keertje weekend vloggen. Want ik heb heel veel op de planning. Waaronder vandaag dat ik training heb. Daar kan ik niet heel veel van filmen. Ik kan wel een beetje jullie in mijn dag laten bekijken. Laten we dat gaan doen. Ik ben net onder de douche geweest. Mijn haar is al even een tijdje aan het drogen. Fun fact, ik droog het eigenlijk altijd helemaal naar achter. Want ik heb best wel van mezelf dun haar. En als ik het in een scheiding ga laten drogen, dan wordt mijn haar heel dun en heel plat. En dat wil ik liever niet. Ik ga er meestal ook nog een paar keer zo doorheen. Zodat het gewoon lekker wat volume heeft. Voor mensen met dun haar, dit is echt de ultieme tip. Heel af en toe met veulen erbij dat het nog heftiger poef gaat zijn. Dat is mijn tip. Ik heb jullie namelijk beloofd dat ik wat meer zou gaan filmen. In de weekenden en mijn weekvlog. En dat ik jullie meeneem naar bijvoorbeeld dance classes, om het zo te zeggen. Morgen heb ik er toevallig één. Zo ook een beetje een soort van de wedstrijdvlogs. Kan vervangen of zo. Dat hoop ik dan maar. De middag die verloopt eigenlijk een beetje wat anders dan gepland. Maar daar ga ik niet helemaal te veel op in, want dat is privé. Ik kom snel genoeg weer bij jullie terug. Ik zal jullie alvast meenemen in mijn weekendplanning. Ik heb namelijk vanavond training. Morgen heb ik een danceclass van Keswani. Een goede vriendin van mij. Die heb ik eigenlijk leren kennen via TikTok. En toen hebben we samen eigenlijk een klas gevolgd bij een docent van mij. En sindsdien hebben we eigenlijk altijd gewoon contact gehad. Verder heb ik morgenavond Zoetig, het event van Jeff. En daar sta ik gewoon eigenlijk de hele tijd bij de ticketverkoop. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. En zondag hebben Jeff en ik eigenlijk een beetje een chill dagje. We gaan video's opnemen voor mijn kanaal. Dus mocht je nog video-ideeën hebben voor ons of voor mij, laat het zeker even weten. En verder ga ik maandagochtend weer terug naar huis. Aangezien ik gewoon weer moet lesgeven. Dus het ruikt hier beneden echt heel erg naar de jol. Of het ligt aan mijn neusgaten. Het is inmiddels een paar uurtjes later en ik ga me klaarmaken om te trainen. Maar ik ga eerst mijn kleding uitzoeken, want dat weet ik nog niet. Als ik vorige week best wel veel heb gezweet, een clipopname heb gehad en bla 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 bla. Ik heb nu wel mijn joggingsbroek en een trui klaargelegd, maar wat voor shirt? I really don't know. Dus we gaan even koekeloeren wat ik in mijn kast heb. Aangezien ik volgens mij niet heel veel... Oh ja, kijk. Top. Ik heb het zwarte met Stefanina shirt nog hier in mijn kast liggen. Dat is top, want we moeten toch zwart aan. Dus die gaan we even erbij leggen. Ik doe trouwens gewoon deze trui aan. Kiyomi, lekker makkelijk. Nou ja, het shirt had je net al gezien. Ik heb altijd onder mijn jongensbroek of leggings trouwens heb ik een soort van sportbroekje idee. Ik weet niet waarom, ik vind het gewoon fijn. En ik ga nu eigenlijk ook nooit meer zonder in een jongensbroek of in een, nou ja, legging. Plus ik heb natuurlijk gewoon een normale zeeman jongensbroek eigenlijk. Lekker wollig, lekker zacht. En sport BH die moet ik ook even aandoen. Want dan kan ik mijn shirt in onder vastmaken namelijk. Dus we gaan even van deze outfit naar een andere outfit. Kijk eens, nou, ik vind het helemaal mooi. Mijn witte schoenen komen er nog onderaan, maar dat ga ik doen wanneer ik weg ga. Zo, ik ben me ondertussen even lekker aan het klaarmaken. Het is namelijk 4:30. Ik maak trouwens even mijn gezicht schoon, gewoon met een make-up doekje. Omdat ik zo even wat concealer op mijn puistjes ga flikkeren. Je hebt waarschijnlijk al wel aan de titel en de thumbnail gezien. Hoe kan je nou het beste dansen terwijl je ongesteld bent? Ik ben namelijk gisteren ongesteld geworden. Dat was echt geen pretje, omdat ik moest werken en ik had zoveel buikpijn. Ik dacht van, hé, ik heb toch een dansweekend voor de boeg, aangezien ik vanavond moet gaan trainen en morgen een klas heb, dacht ik van, ik neem jullie daar lekker in mee. Ik gebruik trouwens deze concealer even voor de mensen die dat afvragen. Om dit soort kleine plekjes even weg te werken. Ik heb er gelukkig niet heel veel, dus dat scheelt. Maar wat ik doe als ik ongesteld ben. Altijd de eerste paar dagen ben ik zo heftig ongesteld. Dat ik eigenlijk gewoon het liefst de hele tijd wil zitten. Omdat het alleen maar aan het lekken is. En alleen maar dit, alleen maar dat. En dat is echt niet chill. Voor de mensen die zich afvragen wat voor producten ik daarvoor dan gebruik. Ik gebruik eigenlijk 9 van de 10 keer gewoon maandverband. Puur eigenlijk omdat het voor mij het beste werkt. En ik gebruik deze maandverband trouwens. Gewoon lekker van de Kruidvat. Normal, geen vleugels. Ik had wel vleugels, heb ik nu niet. I don't know. Voor iedereen zit er natuurlijk weer wel bij wat wat voor hun het handigst is. Mijn huid is echt aan het glimmen. Hoi joh. Eigenlijk de eerste paar dagen vind ik het altijd moeilijk om echt te bewegen of zo. If you know what I mean. Ik denk dat meerdere mensen dat wel hebben. Vooral met dansen, want ja, je danst er eigenlijk gewoon alles uit, als ik dat zo kan zeggen. Ja, sommige mensen die gebruiken natuurlijk tampons. Is ook wel een tip trouwens als je echt gaat bewegen, sporten. Om dat te doen, want dan voel je het gewoon niet lekker. En ik word altijd helemaal gek en autistisch in mijn hoofd als ik het voel lekken. Dan denk ik van, oh, ik ga nu doorlekken, dit en dat. Ik kan wel gewoon sporten. En dat ga ik je ook in deze weekendvlog gewoon laten zien. Ik haal het nu gewoon even omhoog en dan laat ik het in de loop van de video gewoon zien hoe en wat. Maar eerst gaan we even eten, want ik moet over een paar minuten weg. Dus let's go beneden. Ik gebruik trouwens deze voor de mensen die het net niet goed konden zien. Het is gewoon van een kruidvat, normale maandverband. Dat spreekt voor zich, denk ik wel, voor de meiden. En ik heb in mijn toilettasje, soort van, die ik eigenlijk ook naar alle wedstrijden zo meeneem, heb ik inlegkruisjes en heb ik van die mini tampons liggen eigenlijk. Ik gebruik ze niet heel veel, maar die gebruik ik eigenlijk meestal of als ik moet zwemmen of als het warm weer is, zoals in het buitenland en dat soort dingen. Dus die gebruik ik 9 van de 10 keer niet in Nederland. Maar het is wel altijd handig om te hebben. Dus ik gebruik nu gewoon een maandverband. Ik heb nu ook gewoon maandverband in. Ik voel het ook lekker, maar ik doe alsof er niks aan de hand is. Ik zou je wel even meenemen in het proces daarvan. Want heel veel meiden die vragen zich ook af van ja, wat moet je nou doen als je ongesteld bent? Wat dit, wat dat. Dus bij deze. Mama had even wat eten voor mij gemaakt, dus dat gaan we even lekker opsmikkelen. Wanneer ik net weg moet of wanneer ik net ergens ben en ik weet dat ik een lange avond tegemoet ga. Nou, ik zit sowieso zo meteen een uur in de auto. Op zich kan er dan niet heel veel gebeuren. Maar voor de zekerheid, omdat ik nu mijn tweede dag ben en ik ben de eerste 2 à 3 dagen sowieso het heftigst van de hele week eigenlijk, doe ik dit eigenlijk altijd. Verschoon je ding regelmatig. Ook al zit er niks in, doe het wel. Tippie van Flippy. Ik ga mijn tas pakken. En ik weet niet waar ik hem heb gelaten. Even terug naar de video. Ik moet nog drinken pakken trouwens, bedenk ik me nu. Dit wordt denk ik een soort van tweede pack with me voor mijn dansding. Ik denk dat ik deze tas ga meenemen. Is net zo handig. Ik neem Fristie mee. Ik heb ook deo mee trouwens, voor het geval dit. Hij is wel bijna op. Aangezien ik me nog niet helemaal lekker voel, heb ik hier trepsels en paracetamol. Ik heb niet een normale paracetamol, ik heb een smelttablet in de smaak bessen. Ik krijg nooit pillen of iets door mijn strot heen. Dus hier kan je gewoon op kauwen en zit een smaakje aan. Portemonnee, spreekt voor zich denk ik. Powerbank en deze powerbank. Zo ontzettend goed. Ik leg je het even nu uit. Ja, want namelijk deze powerbank is van X-Storm en ik heb de kleur blauw. Ik heb deze nu al een aantal maanden en ik probeer hem ook zo goed mogelijk uit. Het ding is dus dat je telefoon, als die bijvoorbeeld 1% is, ik zeg maar wat, dat hij binnen een half uur 50% erbij kan hebben. Ik heb dit uitgetest in een video, maar het werkt dus echt. En ik maak geen grap, het is niet fake. Het is niet omdat ik hiervoor gesponsord word of zo. Het is echt waar, want daarom dat ik deze powerbank ook nu al een paar maanden heb. En dat ik het nu pas vertel. Maar het klopt dus inderdaad dat hij binnen een half uur ongeveer van 0 naar 50% gaat. Mocht je de gehele video willen zien waarbij ik het echt gewoon test en waarbij ik iets anders aan het doen ben, check dan even het i'tje, want daarvoor ga ik hem helemaal gebruiken. Natuurlijk mijn oplader ervoor. Ik neem ook altijd mijn kam mee. En deze kam gaat oprecht overal mee naartoe. En ik neem dit keer ook even mijn oortjes mee. Stel, we hebben wat vrije tijd. Niet dat ik daarvan uitga, maar dan kan ik in ieder geval even wat muziek luisteren voor mezelf, content bedenken, dat soort dingen. En dat doe ik eigenlijk vrijwel altijd met oortjes in. Ik ga nog even snel mijn fles vullen en dan gaan we onderweg. Voor mij doen echt heel vroeg. Ik had een beetje gehoopt dat ik kon uitslapen. Maar Jeff is bij mij. Was eigenlijk gisteravond al. Het is op dit moment 9:30. Ik werd rond 9:10 wakker. Omdat dus Jeff uit bed ging. En hij is nu naar de sportschool. En weet ik veel wat allemaal. Want wij hebben, althans, ja op zich. Wij hebben vandaag wel echt een hele drukke dag. Ik ga me zo klaarmaken. Ik ga mijn koffer inpakken om mee te gaan naar Den Helder. Ik heb om 12:30 heb ik een dancekles staan van Keswani. Bij Amsterdam Dance Center. Ik voel nog niet helemaal op het top. Dus ik hoop echt dat ik alles voluit mee kan doen. Maar ik heb er wel echt heel veel zin in. Het is trouwens ook dag 3 van mijn ongesteldheid. 3 dagen geleden bijna ongeveer. Werd ik dus weer ongesteld. En ik had zoveel buikpijn dat ik echt dacht van... Oh, ik wil terug naar huis. Ik wil mijn bed in. En ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Ik heb gisteren heel weinig last gehad. En vandaag dus... Althans, vandaag moet ik nog beginnen. Maar tot nu toe heb ik heel weinig last gehad. Ik denk wel dat ik heel heftig ongesteld ben. Altijd als ik wakker word, dan is dat het heftigste wat ik ooit heb meegemaakt. Maar ik heb geen buikpijn meer. Ik merk wel dat het aan het... lekker is, if you know what I mean. Maar ja, maar het is niet dat dat mij tegenhoudt. Ik ga me zo meteen even klaarmaken. En ik heb een heel leuk nieuwtje. Dus dat ga ik ook zo even laten zien. Want het is zaterdag en er is iets vandaag uitgekomen. So yeah. Het is trouwens voor mij echt nieuw dat ik zo vroeg opsta. Dat ik dan ook gewoon echt wakker ben. Normaal slaap ik echt tot 11 uur en kom ik pas om 12:30 of zo mijn nesttijd. Maar de afgelopen 2 dagen is dat niet het geval. Helemaal niet waardoor het komt. Maar ja, het zal wel. Ik loop gelijk even naar beneden. Oh, goedemorgen van Wally. De automatische stofzuiger. Mijn ouders zijn boodschappen doen. Dus je moet het even doen met dit geluid nu op de achtergrond. Maar ik kon het niet laten om te laten zien. Mijn ouders hebben ook echt zoveel kranten gehaald. Oh, ja. Nou ja, het staat dus in de krant. Ik ga het even laten zien. Ik pak er even 1. We gaan even naar de keuken toe, want dan kan ik het beter laten zien. En dan heb je niet de hele tijd Wally op de achtergrond. Wat het ding dus is, voor de mensen die mijn vlogs echt volgen. Ik had een paar weken terug... had ik een gesprek met het AD. Het AD. En vandaag is 16 maart. En ik sta er dus in. En ik weet niet op welke pagina. Ik heb het wel net al via foto's gezien van mijn vriend. Van mijn ouders. Maar we gaan het even opzoeken. Nou, het staat niet op de laatste pagina. Deze pagina ook niet. Het is letterlijk de laatste pagina die ik open. Are you kidding me? Maar ik heb het hier. Ik heb gewoon dit hele blad. Daar sta ik gewoon op. Ik dacht even dat Wally weer kwam. Maar kijk. Kijk eens aan. Gewoon een hele pagina. Dit is toch bizar? Oh. Daar komt Wally aan. Oh, ik moet even weg, denk ik. Wacht even. Dit gaat even helemaal fout. Zo, nu kan ik eindelijk even een keertje met rust praten. We gaan het even overnieuw doen. Daar sta ik. Gewoon een hele pagina in de krant. Het is dus een rubriek van ondernemende en creatieve Amersfoorters in beeld. Mocht je het willen lezen, zet je video even op pauze. Ik zal er even kort doorheen gaan. Wervelwind Kim, wat is dat ook? Maar ja, neemt je mee in de wereld van dans. Ik vind het wel echt een verschrikkelijke foto. Maar het is wel echt typisch Kim, want dit is echt... Ik doe deze pose echt bijna op alle foto's. Hier staat een klein stukje van vorig jaar dat we eerste zijn geworden, tweede zijn geworden en vierde op het WK. Stappen zetten, choreografieën zijn uitdagend en leuk. Zeker ook voor kinderen. Voor iedereen wel wat, bla 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 bla. Iedereen is welkom natuurlijk. Ik wil ook een dansteam gaan vormen, een wedstrijdteam. En daar staat hier eigenlijk van alles wat. En natuurlijk de foto die in mijn studio is gemaakt. Maar ja, dat zie je zelf niet. Deze is wel in mijn studio gemaakt. Wel echt heel, heel nice. Dans is een heerlijke manier je gevoel en emoties te uiten. Ja, echt heel ziek. We zijn weer boven. Ik ga me lekker omkleden. Want Jeff die zei dat hij bijna klaar was met sporten. Dan ga ik nu mijn danskleding aandoen alvast. Want ja, nu mijn normale kleding aangedoen moet ik er sowieso over een uur weer omkleden. Daar heb ik niet heel veel behoefte aan. Dus we gaan lekker de spulletjes hier pakken. Ik ga wel even kijken wat ik ga aandoen. Dat weet ik eigenlijk, to be honest, nooit. Oeps. Ik ga even uitzoeken wat ik ga aandoen. Dan ben ik zo weer bij jullie terug. Ik ben omgekleed. Ik heb eigenlijk hetzelfde aan als gisteravond. Ja, spreek voor zich denk ik. Ik heb dat sportbroekje ook weer aan. En ik ga in plaats van een Kiyomi trui, heb ik mijn Millennium Dance Complex trui. Die ga ik zo meteen aandoen. Nou, koffer is ingepakt. Ik heb alles hopelijk mee. In de hoop dat, hoe en wat, daarachter zit mijn kleding. Hopen dat ik genoeg mee heb. Dit gaat altijd. Nou, ik ben in Amsterdam. Ik zit nog een klein stukje lopen. Jeff heeft me naar Centraal gebracht. En ik heb nu net de tram gepakt. En ik ben er bijna, dus dat scheelt. Dan gaan we weer lekker trainen. En ik zal wel even wat video's hierin sturen. of in een video editen van hoe en wat. Maar ik ben in ieder geval op tijd, dus dat scheelt. Laten we dus dan naar binnen gaan. De rest is copyright, dus die laat ik er niet in, vandaar dat ik even nu inspreek. Maar dit is dus de class van Keswani bij Amsterdam Dance Center. En ik heb al vaker haar classes gevolgd en elke keer heeft ze echt van zulke intense en moeilijke choreo's die echt bizar lang duren. Maar het is wel echt een uitdaging. En dit was, laat maar zeggen, ook de eerste les eigenlijk dat ik weer voluit ging nadat ik ziek was. Dus het was sowieso voor mij een challenge. We zijn weer aan het lopen. Ik heb niet heel veel kunnen filmen omdat het echt heel druk was. En ik wil niet als mensen erop staan als ze zich belabberd gaan voelen of zo. Jullie hebben wat beelden kunnen zien van de les. Was echt heel leuk. Ik heb nog steeds hartstikke warm. Het is bijna 4 uur. En ik loop nu naar de tram. Ik ga met mijn hele inboedel. Oh my god. Dat was echt heel leuk. Maar ik ga met hele inboedel onderweg naar Den Helder. En die heeft dus namelijk Johan en Juliana dorp. En ik ga daar nu ook heen. Ik ga wel douchen, want ik zweet me echt helemaal kapot. Ik heb het echt nog steeds helemaal warm. Maar dat heb ik altijd daar. Hoort erbij, denk ik. Maar ja, let's go for a walk. Ik dacht al van waarom rijden we zo langzaam? Eindstand heb ik een verkeerde trein gepakt, waardoor ik nu in Enkhuizen ben aangekomen. Je kan het hier even zien van waar ik ben. Ik moet dus naar Den Helder. Ik heb dus een verkeerde trein gepakt. Dat is echt gewoon 3 keer luk. Maar ja, ik had Jeff benaderd van hey, ik heb de verkeerde trein gepakt. Dus ik moet waarschijnlijk weer terug naar Hoorn of naar Amsterdam om daar dus een trein te pakken. Dat is een bovenkast vol Flora. Dat dus. Om vanuit daar naar Den Helder te gaan. Hij haalt wel gelukkig op, dus dat is echt heel fijn. Het is wel echt weggegooid geld. Maar goed, ik heb geen studenten of iets in die richting, dus ik moet gewoon de volle kosten betalen. Overkomt mij weer. Het is wel een mooi molentje allemaal. We gaan bij Enkhuizen eruit stappen. Dit is echt gewoon 3 keer druk. Maar goed, ik word opgehaald, dus daar ben ik wel heel blij mee. Hopen dat het niet gaat regenen, anders dan ben ik wel echt heel blij. We zijn op station Hoorn en hier moet, als het goed is, Jeffrey ook ieder moment komen. Ik zie alleen nog niet zijn auto voorbij komen, maar op de kijk verkeerd natuurlijk kan ook. Even afwachten. Daar is hij hoor. Hola, hola. We zijn inmiddels thuis. Ik en Jeff hebben net gegeten. Jeff is al weg onderweg naar de locatie. Alleen ik struggelde een beetje met mijn kleding, want ik ga jullie even meenemen. Hold up. Ik wilde dus heel graag deze broek aan. Alleen hij is best wel kort geworden of zo. I don't know. Plus, ik ben echt zo ongesteld als maar kan. Dus ik twijfel een beetje of ik deze ga aandoen. Maar ik wilde wel deze grijze trui erbij boven doen. Dat het dat wel leuk was. Maar ja, I don't know. En ik wilde me ook nog douchen, maar ik ga dat denk ik morgen doen. Ik weet niet. Ik voel mezelf echt totaal niet vanavond. Ik weet niet hoe het komt, maar ik voel het gewoon niet. Dit was dan eigenlijk te fit voor vandaag. Ik denk dat ik het gewoon aanlaat, want het is wel gewoon lekker warm. Ik sta toch de hele dag buiten. Maar over die broek ben ik het nog niet helemaal over uit. Het zal wel. Ik hoop dat ik, wanneer ik mijn schoenen aan doe, dat het minder wordt. Ondertussen probeer ik mijn schoenen aan te doen. Maar vanavond hebben we dus het event van Jeff. Zoetig heet het. Wow, mijn haar lijkt echt heel fluffy, maar dat is het echt totaal niet. Dat hebben we dus. En ik sta bij de entree. Oh, dit is inderdaad heel erg gekrompen. Holy shit. Hier kan ik echt dus niet tegen. Kijk dan. Het was eerst gewoon helemaal over mijn schoen. En nu is het half. Wat lelijk. Het is dus wel echt heel erg gekrompen. Ik heb mijn schoenen aangetrokken. Het kan nu op zich wel. Maar ik voel me er echt totaal niet chill bij. Dus dat hij zo even wat goed gaat zitten. Hij is van de Zara trouwens. Dus mochten mensen deze broek herkennen, please laat me weten waar ik hem nog ergens kan halen. Want dat zou ik heel fijn vinden. Want dan ga ik gewoon een extra halen. Aangezien deze wel echt heel lekker zit. En ook echt een van de betere broeken is die echt volledig bij mij aansluit. Dus we zijn er. Ik sta letterlijk naast de auto van Jef geparkeerd. Dat zie je niet op camera. Top. Ik weet niet hoeveel ik vanavond kan gaan filmen. Maar als ik video's heb, dan laat ik dat zeker nu even in beeld komen. Ik sta de hele tijd bij de tickets. Dus ik gok dat ik heel weinig kan gaan filmen. Maar ik kan het wel even laten zien. Dus laten we naar binnen gaan. Hier buiten is dus blijkbaar ook iets. Oh, daar zijn ze. Nou, je ziet niet heel veel. Maar je hoort het denk ik wel. Het is eigenlijk volop bezig. Het is iets over 1:30. De deuren zijn dicht. En ik ga lekker onderweg naar huis. Althans, Jeff's huis. Want ik heb het zo ontzettend koud. En de artiest die... Nou ja, de hoofdartiest eigenlijk. Die staat pas om 1:45. En als ik heel eerlijk ben, vind ik dat een beetje laat. Omdat... toch nog te ervaren voor dat ene kleine kwartiertje of half uurtje. Wat het dan ook is. Dus ik ga lekker... zo, nu zie je mij. Ik ga lekker de auto pakken en onderweg naar huis. Kachel gaat even op levensgevaarlijk voor de komende 3 minuten. Oh, zo koud. Niet normaal. Laten we onderweg naar huis gaan. Ik ben thuis, althans bij Jef, zonder Jef. Ik ga lekker mijn bed in. Probeer deze vlog te editen. En dan zie ik jullie morgen weer. Toedeloe. Goedemiddag. Het is bijna 3 uur. Jef en ik zijn eigenlijk al sinds 10:30 wakker. Maar toen ging ik op hem liggen. En toen zei ik van ja, ik wil eigenlijk verder slapen. Toen hebben we een uurtje verder geslapen. En was het opeens 1 uur. Toen gedoucht, aangekleed. Ik heb hetzelfde als gisteren aan. En Jef is nu de koffer naar zijn opa aan het brengen. En we gaan even wat dingen fixen. Eten, bla bla bla. Gaan vanavond, waarschijnlijk vanavond, een video opnemen. Als we daar beide wat zin in hebben. Ik weet niet of je het ziet, maar ik voel me echt weer zo belabberd als afgelopen week. Mocht ik dat gemist hebben, het staat in mijn weekvlog. Weekvlog 9 uit mijn hoofd. Maar die komt nog online volgens mij. Dus ik weet niet zeker of die al online staat. Zowel dan... Check even het i'tje. Ik hoop dat mijn paracetamol even gaat werken. En dat ik me hopelijk in de loop van de dag wat beter voel. We hebben niet echt een hele spannende dag eigenlijk. Ik wacht even totdat Jef klaar is. En dan gaan we verder. Daar is het mannetje weer. Hey schat. Oh, we vloggen natuurlijk hè. Weekvlog, weekendvlog. Goedemorgen, goedemorgen. Zoals je ziet, ik ben nog thuis. En dit is eigenlijk de 4e dag dat ik aan het... vloggen ben. Dat heeft ook zo zijn reden, aangezien ik gisteren helemaal amper tot niks heb gefilmd. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Ik vlog de maandag er ook even dit keer bij. En dat is vandaag. Ik weet niet wat ik van mijn haar moet vinden vandaag trouwens. Maar goed, ik ben nog steeds bij Jef. Jef is aan het werk op dit moment. Ik ga zo even wat eten halen. Ga ik onderweg naar hem, aangezien hij het, 9 van de 10 keer niks te doen heeft. Ga ik even een goede buitenwandelingje. En dan wanneer hij klaar is, gaan wij onderweg naar Amersfoort. En dan kan ik lesgeven, want het is maandag, dus de creations gaat weer door. En dan kan hij sporten eventueel. Laten we gaan klaarmaken. Ik denk dat ik gewoon lekker hetzelfde aan ga doen als gisteren hoor. Gewoon wit shirt, grijze trui en de broek die eigenlijk veel te strak zat, maar nu gelukkig niet. Dus ik denk dat ik dat gewoon lekker ga doen. Dat is wel makkelijk denk ik ook. Laten we even omkleden. Zo, daar zijn we weer. Ik heb weer lekker de kleding aan van gisteren. Op zich best wel leuk. Ik hou ervan. Ik hou echt van zulke broeken. Alleen of het past me niet, of ik ben te klein, of ze zijn veel te groot. Top. Het is op dit moment... ik heb heel veel kippenvel. Kan je het zien? Het is op dit moment 11:45. Ik wil ongeveer rond 15:15 onderweg naar de winkel om even wat eten te halen. En dan onderweg naar Jef. En dat is ongeveer een kleine 2 minuutjes lopen. Het valt echt hartstikke mee. Dus ik ga lekker met de auto, maar ik ga lekker lopend. Ik ga ondertussen even alvast mijn koffer gereed maken. Want zometeen wanneer Jef klaar is, dan moeten we wel in 1 keer door namelijk. Anders ga ik het niet redden. Laat ik even mijn koffer snel inpakken. Mijn trui aandoen en mijn spullen pakken om naar Jef te gaan. Ik doe mijn appie. Even wat eten halen en wat drinken voor Jef. Want dat vroeg hij. De maat van Jef was niet van mij af te zetten. Even kijken waar het drinken staat van Jef heel graag wilt. Want dat weet ik. Oh, wacht daar. Nou, we gaan even afrekenen en dan gaan we lopend onderweg naar Jef. Oh jongens, mijn haar. Ik ga het zo even lekker vast doen, denk ik. Ik irriteer me dood. Maar ik wil lekker zo'n suikerdoosje en wat drinken voor Jef en voor mij. En ik ga nu onderweg naar Jef om dit af te leveren. Oh, meeuwen. Ik ben echt helemaal fan van meeuwen, jongens. Het is echt niet normaal. Dikke meeuwen, grote meeuwen. Geen kleine meeuwen. Alleen dikke. Wij stonden gisteren, laat maar zeggen, ook op de dijk. Om even wat drinken. Om wat eten en drinken. Nee, we zijn naar de MAC geweest, sorry. om wat drinken en eten te halen bij de MAC. Toen gingen we ook meeuwen kijken. Toen zagen we dus deze meeuw. En dat was zo schattig. Ik weet niet. Ik hou gewoon van meeuwen. Vooral ze dik zijn hier in Den Helder. Nou, laten we even gaan lopen. En dan zijn we zo bij Jeff. Ik ben bij Jeff geweest en we zijn nu weer in de studio's om lekker te trainen. Het is de eerste keer, ik ben bij het AMA, sorry. Het is de eerste keer dat ik 2 uur achter elkaar draai. Dus voor 12 plus en voor 18 plus, want dat start eindelijk ook. Dus ik ga nu even mijn les voorbereiden en dan zie ik je over 2 uur. Het is de volgende dag en ik had deze video helemaal niet afgesloten. Het was een heel gek weekend. Ik was naar Jeff natuurlijk toe gegaan. Gisteren kwam ik weer terug en had ik mijn les voor lesgeven eindelijk weer. Heb ik ook helemaal niet afgesloten. Sorry daarvoor. Ik ga nu lekker deze weekvlog, een weekendvlog ga ik editen. En dan hopelijk dat die snel online komt. Jeff die is lekker aan het sporten op dit moment. En ik weet niet wat wij nog meer gaan doen vandaag. In ieder geval, ik ga lekker deze ding afediten. Dankjewel voor het kijken naar deze nieuwe video. En ik hoop jullie snel weer te zien.